Gevangenis in Veenhuizen wordt opnieuw bedreigd met sluiting. Volgens een reorganisatieplan van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat in 2021 de helft van de gevangenissen dicht. In Veenhuizen is er dan nog plek voor 250 van de 500 gevangenen. Bij de gevangenis in Veenhuizen staat verslaggever Jeroen Willems. Jeroen, slecht nieuws voor het personeel. Hoe hebben ze daar gereageerd? Ja, het nieuws is hard aangekomen hier. In 2018 zal hier de jeugdgevangenis moeten sluiten. In 2021 zal een van de twee gevangenissen die nog open zijn ook sluiten. Dus dat betekent of Esserheem dicht of Norgerhaven. Ja, in de afgelopen jaren is er natuurlijk al tientallen miljoenen bezuinigd in het gevangeniswezen. Er is toen ook flink geprotesteerd. Maar toen moest toch Hogeveen, de Gitterborg, dicht. Bankenbos is hier dichtgegaan in Veenhuizen. En ja, uiteindelijk is er een soort compromis nog gekomen voor Veenhuizen. Er zouden hier Noren naartoe komen. Dus ja, het leek of Veenhuizen gegarandeerd toch wat gevangenen zou houden hier. Maar nu dus weer een nieuw plan. En dat is hard aangekomen. Ik sprak zojuist met Karin Landman, voorzitter van de OR, van de ondernemingsraad hier. En ik vroeg haar ook van, ja, hoe is deze boodschap binnengekomen bij het personeel? Het was een klap. Er heerst ook gelatenheid, omdat we in het verleden, of eigenlijk recentelijk, ook sluitingen hadden meegemaakt. Dus ja, het was ook gelaten. Er wordt ook gesproken over Almelo, Ter Apel, hier ook de jeugdgevangenis. Ja. Het is een flinke kaalslag, hè? Het is een hele grote slag voor de regio Noord, zelfs voor Noordoost. Inderdaad, Almelo staat ook op het lijstje. De hele PI Ter Apel. Ik denk dat wij in totaal over zo'n 700 banen kunnen spreken. En voor een krimpregio is dat echt heel veel. En ik vraag me af of we dat nog kunnen opvangen. Ik denk niet. Hey Jeroen, waarom moeten die gevangenissen nou sluiten? Ja, op dit moment staat een derde van de cellen staat leeg. Er zijn gewoon te weinig criminelen, zou je kunnen zeggen. Volgens het ministerie zegt dat er ook te weinig of te lage straffen worden uitgedeeld op dit moment. Of in ieder geval te korte straffen. Mensen zitten niet meer zo lang in de gevangenis. Ja, en dus moet er iets veranderen, want in 2021 zouden dan 3000 cellen leeg staan. Ja, en dat kan niet, vindt de minister. Ja, personeel is boos. Komen ze ook in de actie? Nou, de agenda's zijn vandaag al wel getrokken. Ze laten dit niet zomaar over hun kant gaan. Men heeft ook eerder actie gevoerd en ze vinden dat Veenhuizen, dat is een echt gevangenisdorp. En daar moeten ook alle gevangenissen die er nu zijn voor behouden blijven. Ja, hoe definitief zijn deze plannen nu? Ja, vandaag is de Kamer op de hoogte gesteld over dit plan door de minister. De bal ligt nu bij het gevangeniswezen zelf. Die kan zelf nog met een plan komen. Ja, en zoals ik net al zei, er zal actie gevoerd worden. En uiteindelijk zal de Tweede Kamer een beslissing moeten nemen.